SWM is nu volop in productie in Nieuw Koffiekamp. Na een capaciteitsvergroting en verbetering van het filteringsstation Brownsweg, waar oppervlaktewater uit het Brokopondo stuwmeer wordt klaargemaakt voor menselijke consumptie, zal het leven hier nooit meer hetzelfde zijn. Het mag beslist als historisch worden gezien dat het dorp Nieuw Koffiekamp hetzelfde veilige drinkwater uit de kraan krijgt als wat SWM levert aan de rest van ons land. Ik heb al best abi, wabi abi water. I want to think about the ube abu water mada a pompu food koboko dan wabe abi water fuang kota kibena tumu wabe abi water. So ishi dema fu SWM bekwawi wanga des dong de takide be waniko yepi fu besafende water na konde baka. A so ishi de meke muiti te de kodo na pisia. Winsi fa una ife na water hi de imator de meke muiti de woko ne ete. Want bigin bigin usefi usefe ke lantifa konde. Dat we bij koud want we bij want we even leta SWM. Ik voel zat dat ik door koeiepi, ik voel abumusan de bedu. Maar dat nu we zit dat ik de koeiepi toe, aiepi kon want we zit dat we vinden water. Dat we holy passen sigi de ete, meke de woko te akontaki awata sakon imal firan 20 uur. Tem dat ik imal firan 20 uur dat want dat ik de anganeti. Voorlopig wordt er elke dag op gezette tijden water verpompt naar het dorp. Maar ook dit zal spoedig anders zijn wanneer het SWM-station Brownsweg met lokale professionals 24/7 zal zijn bemand, zo verzekert SWM-chef Brokopondo Henry Stekkel. We hebben een grotere tank daar geplaatst, daar waar die voorraadbakken 6 Dirotanks zich bevinden. Die is een 84 tot 85 kub tank, dus de mensen beschikken over meer water. De vorige was 22 kub. Als we die samen optellen, komen we op 106 kub totaal. 22 plus 84. Nou, we verpompen van 7 uur morgens tot 7 uur 's avonds. Of van 8 uur morgens tot 7 uur 's avonds. En voor de dag heen sparen we om 's morgens vroeg weer in bedrijf te gaan. Zodat de mensen 7 uur 's morgens weer over goed, gezond, maar bovenal betrouwbaar drinkwater kunnen beschikken. Oké, het station gaan we bemannen met een plaatselijke bewoner. We gaan kijken. Mensen gaan een screening moeten ondergaan om te kijken wie de juiste kandidaat is om iemand hier te plaatsen, zodat het proces goed verloopt, maar dat wij ook vanuit de stad het geheel monitoren. Roy Powell, onderdirecteur uitvoering van de SWM, zegt dat de uitbreiding van het waterleidingnetwerk van Brownsweg naar Nieuw Koffiekamp is ingegeven door diverse redenen. Om twee redenen. Die bron heeft veel ijzer en dat water wordt nu gezuiverd op Nieuw Koffiekamp. Dus het netwerk hebben we ook gespuit, die film zijn er. Hoeveel troep uit is gekomen, we hebben alles daar zo schoongemaakt. En we zijn toen begonnen met het klaarmaken van het netwerk richting Nieuw Koffiekamp. Om die mensen gezuiverd water te geven vanuit Brownsweg. Het heeft ons ongeveer 1,5 tot 2 maanden gekost. 1,5 tot 2 maanden om alles goed te krijgen. En nu krijgt Nieuw Koffiekamp goed en betrouwbaar drinkwater. Dat bovendien ook gezuiverd is. Het netwerk van Nieuw Koffiekamp hebben we helemaal schoongemaakt. We zijn letterlijk dag en nacht bezig geweest in Nieuw Koffiekamp. De komst van SWM Water naar het dorp Nieuw Koffiekamp betekent voor kleinondernemers als de plaatselijke bakker Urbi en Prior een enorme vooruitgang. Zo kan hij met de komst van het veilige water simpelweg veel meer en betere broden bakken. Omdat je een lokale bakker hebt, draai je adik. En zonder water in een man draai je adik. En je dus een water op van hoe je met abrede die people in het dorp. Want brede, alle mannen bakken na. A people op abrede van hoe. Daarom is je die water nog bede. Nanga di rotenk ube abi waterleiding kon. De mai go watra. We make ma a watra sref no bede no fo omdat wa wagi no mo ekon. En ador po bigi, ador po prati in. Fo dor po want you up. Buyu, mari, nanga mai pawndo. Yesi? Nanga kampu. Daarom abraban sref de. Yesi be no fo pis. Daarom is water nooit beter. Want de water is een beetje de smal beklagen dat je wat de noven water smal aan het chinja chinego als koros refifa pis dat je brede refmoe
hoeveelheid samen bij mij kiemen, maar met hoeveelheid dat die people. Dat er mensen zijn die klagen, die ga je altijd hebben. Wat doe je ermee? Je kan niet veel meer doen, omdat zij klagen voor hun moverende redenen. Alle mensen heb ik gezegd. Ik heb kapitein Schalwijk gezegd. Ik ben in contact gekomen met meneer Morales. Ik heb gezegd, jullie kunnen me 24/7 bellen. Zodra jullie water nodig hebben, zorg ik ervoor dat jullie water daar zo krijgen. En de kapitein is er, meneer Morales is er. Wat mij betreft, en ik denk dat een groot deel, maar zeg maar iedereen, heeft wel een zichtbare verandering gezien in dit. Dit is, dus ik zeg het zo, want dat is mijn verwachting, dat if je bijdragen aan Wuroko, ook bouw van die. En expertise zijn, SWM Abi, met de zeker dat TDT Utak denkt ba, dan hebben wij gegarandeerd water. En ieder moment dat ik ben gebeld geworden, heb ik een truck met water naartoe gestuurd. Maar ik heb wel aangegeven dat we dit niet oneindig lang gaan kunnen doen, omdat het ontiegelijk veel geld kost. En we zijn gaan investeren in een ander systeem. Met de schaarste middelen die we reeds ter beschikking hebben, hebben we het gedaan. En die voorziening ligt er. We hebben een grote tank gehaald vanuit Burgopondo Centrum. Die komt in Nieuw Koffiekamp, waarbij de voorziening van Nieuw Koffiekamp aanzienlijk beter zal zijn. Ik heb van de kwaliteit voor Paramaribo, maar vroeger was het ook bronwater, maar met heel veel ijzergehalte. Dus dat water is een bedringing. Iedereen heeft hier bijna een duurtank. We leefden van regenwater. En bijna, als je begint met badkamer, dan met tegelen bruin, met sisteren bruin, isabi, zo omdat water nog ben boem. Samen tegen je zo na tot dit jaar nog, isabi, totdat a pompu kon fout, a bron nog demore operationeel, misschien wel. Ik ben a-technisch op dat gebied, maar voor telk nou sami zouden kies ja zo nou. Het is nog niet wat het wezen moet, maar ik denk dat wij zoetjes aan maar zeker een mijlpaal bereiken. Parlementariër van Brokopondo Wendel Assadang zegt het volste vertrouwen in de SWM te hebben in het brengen van veilig en gezond drinkwater naar alle Stranangsma. SWM is, ik heb het al aangegeven, als we praten over SWM, als we dat water wat SWM heeft aangegeven dat het goed is, niet kunnen gebruiken in Brokopondo, dan moet SWM geen water leveren in Paramaribo. Je toch? Want ik bedoel van, laten we ophouden. Je toch? Zij die commentaar hebben of zij die vanuit Paramaribo naar het binnenland zijn getrokken en de mensen zijn gaan ophitsen. Zij gebruiken dat water dat SWM levert in Paramaribo. Waarom moeten de mensen dan hier het water van SWM hier niet gebruiken? Dus ik kan het even niet plaatsen. En ik wil eigenlijk de mensen oproepen om niet klakkeloos dingen over te nemen. Het is heel moeilijk voor de SWM, voor het land als regering, om hun best te doen om water te brengen voor ons. En ik denk dat we best tevreden moeten zijn. Eigenlijk niet tevreden hoor. Het is een plicht van de overheid om water te leveren voor de bevolking. En als ze dat doen, dan kunnen we niet met allerlei randzaken komen die niet van belang zijn eigenlijk om dat proces te verstoren. Dus ik denk dat, want er zijn andere mensen die ook water nodig hebben, die nog geen water hebben en je krijgt het. En dan heb je weer een ander issue van dat het niet goed is. Je toch? Dus ik kan het even niet plaatsen. Dus Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Als SWM levert en het is niet goed, dan moeten we dan stoppen om het water van Paramaribo te gebruiken. Met de landelijke beweging van de SWM moet er geen politiek worden bedreven. Zeker niet als door ongenuanceerde berichten de goede kwaliteit van het water waar SWM aan gebonden en verplicht wordt, in twijfel wordt getrokken. Zonde, zegt DC Frederik Finizi. De politiek viert hoogtij. Maar wij roeien op deze plaats met de riemen die we hebben. We zijn blij dat SWM nu bezig is in het district. En we zien veranderingen. Ja, helemaal, 100% wil ik nog niet zeggen. Maar ik praat nu over 75%. Want we krijgen nu goed en gezond drinkwater in het district Brokopondo. In het verleden hadden we problemen met drinkwater in het district Brokopondo. Vooral
Niemand kon ons zeggen dat het 100% goed gezond drinkwater is. Maar nu wordt het dagelijks gemeten. Ja. Maar u kent de mensen van de oude orde. Ja. Ze blijven hun ding doen. Ja. Alles willen ze met politiek bedrijven. En dat is het verschil. Wij doen alleen niet het theoretische gedeelte, maar we laten zien in het praktische gedeelte dat er rust is gekomen, dat er licht is gekomen in de tunnel. En dat is SWM met deze regering.